Hallo allemaal en welkom bij dit filmpje voor Tini's Hobby. Tot u spreekt Krisje en vandaag maken we samen een voor mij vrij eenvoudige kaart. We gaan van start met de Distress Oxides en zoals steeds kunnen jullie de benodigdheden in de beschrijving van het filmpje terugvinden. Ik werk op een mixed media kaart en ik werk met twee kleuren. Ik heb de kleuren zoals je ziet van twee weerskanten gespoten en nu maak ik dat de kaart droog is voor de volgende laag. Voordeel van sprays is dat dat vrij snel werkt. Nadeel is dat je wel met die stipjes, met die spatjes te maken hebt. Als je dat niet graag ziet, dan kan je best blenden met een blending tool. Dit is de ornament mask. Bij een mask zie je dat die zijkanten, dus de randen eigenlijk, niet recht zijn, maar dat je echt de vorm meevolgt. Dat maakt het verschil tussen een mask en een stencil. Ik ga met de blending tools, met de Distress Oxide, de kleur opbrengen. Ik probeer het eerst toon op toon, maar ik vond het geel op geel niet echt zichtbaar genoeg. Ik ga dan nu met het groen proberen, maar je gaat zien dat ik straks beslis om het groen over het geel te zetten. Dan komt dat nog meer uit. Nu, de Dolce Vita lijn is echt uitgesproken zomers, hè, met elementen van, ja, het is een Frans merk natuurlijk, de Provence van het zuiden. De stempelset die we vandaag gaan gebruiken noemt Parfum du Sud, dus dat geeft al direct een idee. Het is een heel veelzijdige stempelset, dus ik ga zeker in de loop van de maand verschillende zaken daarmee maken. Dus je ziet, er zijn afbeeldingen om in te kleuren, die zoals enkel de omlijning hebben. En er zijn volle afbeeldingen met tekst. Dit is de stempelset. De combinatie van zowel volle als in te kleuren afbeeldingen geeft heel veel mogelijkheden naar verschillende technieken. Nu gaan we starten met de afbeelding van een olijftak. Dus dat is een volle afbeelding, zeg maar. Dan moet je wel goed zien, de eerste keer dat je de stempel gebruikt, dat je echt voldoende inkt op je stempel aanbrengt. Ik werk hier ook toon op toon. Dus dat is niet echt een groot contrast dat je dan creëert, maar eerder een textuur op de achtergrond. Nu kan, als je verschillende soorten afbeeldingen hebt op een stempelset, kan je ze ook laag over laag gaan verwerken. We zijn nu begonnen met een volle stempelset en je kan daar, wat ik nu ga doen, een afbeelding waar enkel de omlijning de stempel uitmaakt, kan je bijvoorbeeld gaan embossen. Dus ik breng hier eerst een poeder aan. Het is een antistatisch poeder dat enkel de afbeelding die ik met Versamark ink aanbreng, zal geëmbossen worden. Anders plakt die inkt overal. Het embossing poeder doen. Voilà, dan ga ik het embossing poeder aanbrengen. Dan zie je dat de poeder plakt waar ik met die Versamark heb gestempeld. Nu, de ondergrond is gemaakt met Distress, dus dat is allemaal inkt. Dus af en toe blijft er dan nog wel zo'n poedertje plakken, maar je kan dat, zoals je ziet, met een penseel gemakkelijk doen. En embossingkleur, dat zijn eigenlijk kristallen die je laat smelten. En dat zie je dus hier van dichterbij. Dat is een mooie glanzende afbeelding die bovenop je achtergrond ligt. De olijfjes. Ik neem nog een stukje witpapier voor mijn spotlight, voor mijn afbeelding die op de voorgrond gaat komen. In het Engels zeggen ze dan focal point. Ik gebruik een stempel tool omdat ik graag wil dat de dikke letters dat die echt te zwart zijn. Dus ik ken mezelf, met één keer stempelen lukt me dat meestal niet. En daarvoor gebruik ik een stempel tool. Dus waar dat die 100% authentiek staat, dat daar nog wat witte spikkeltjes tussen zitten. Bij de tweede keer zijn die weg. Ik gebruik VersaFine Clair liever.
Dat is een inkt die iets langer nat blijft, daarom dat je ziet dat ik even met de heat tool de inkt fixeer. Waarom doe ik dat? Als ik met de blending tool over de natte inkt zou gaan, dan gaat dat zwart verplaatsen en dan heb je natuurlijk geen mooie afbeelding meer. Ik gebruik Oxide en Oxide is half blikdicht, half opaak. Dus ik ga hier nog een keer met zwart overstempelen. Kijk, dan komt dat zwart terug beter uit. Nu voor de fles olijfolie en de olijftakjes in te kleuren gebruik ik de Colini stick. Niks te fancy, geen schaduw of zo, gewoon. Ik doe daar zo'n beetje blauw aan de rand en dan heb je zo wat de weerschijn van het glas. Ik ga dan op zoek naar een donkerder groen voor de olijfjes. Ik was aan het twijfelen tussen zwart of groen, maar ik weet me nogal te veel zwart in de afbeelding, dus het zijn groene olijven. Aan de bomen zijn ze groene. Voilà, dus zo zien mijn ingekleurde afbeelding eruit en dan gaan we ze nog doen. Dus ja, dit is een vrij eenvoudige afbeelding voor uit te knippen. Maar daaronder bij die blaadjes ja, is het toch belangrijk dat je schaar vooral stilhoudt en je papier beweegt. Dit is versneld, hè, niet echt knippen zo snel. Uiteraard. Vanaf, hè? Nu vond ik dat er nog iets ontbrak. Daar moest nog iets achter voor mij. En ik was aan het denken, van, ga ik daar nu nog een stempel of zo achter zetten om die afbeelding wat meer te doen samenvloeien met die achtergrond, maar Florilège heeft ook een pakket met vellum, met kalkpapier. Dus zoals je ziet, een doorzichtig papier waar dan een lichte print op staat en daar heb je dan een stukje uit gesneden. Om dat labeltje op te plakken. Ik doe alleen lijm onder mijn papier, omdat het toch zichtbaar is, als je anders op het vellum lijmt. Dan gaan we nog een kaart maken voor daarachter. Ik ga, omdat er zit geen bruin in de afbeelding, dus ik kies voor zwart om mijn randjes wat aan te zetten en gewoon te stressen. Daar kan je ook Oxide voor gebruiken in een uitmaat. En dan gaan we dan kleven. Dan gaan we nog de binnenkant van de kaart versieren. Dus met je ecolinestiften kan je ook stempelen. Dus met die polymeerstempels, hè, dat is een hoogwaardige kunststof, zeg maar, kan je makkelijk de inkt van een stempelstift, zoals een ecolinestift, aanbrengen en dan op die manier het aantal kleurtjes die je hebt verhogen. Of een kleur die je gebruikt om in te kleuren, opnieuw laten terugkomen, zoals hier. Het gaat er ook makkelijk af. Dan ga ik nog een spreuk gebruiken van de sample set. Dat is ook mooi, een originele vormgeving, dat driehoekje. Ik ga ook hier weer mijn sample tool gebruiken, omdat ik wil dat het zwart echt zwart is. Voilà. Zo. Het is klaar om op te sturen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie graag binnenkort voor een volgende filmpje.